Sophie? Sophie. En Selina. Ja? Ja. Oké, okay. Onze eerste vraag is, hoe zou je zichzelf omschrijven als persoon? Hoe ik mezelf zou omschrijven als persoon? Jeetje, nou, je hebt dus een zelfreflectie. Mm-hmm. En daaruit zou je een aantal dingen kunnen destilleren. Maar je hebt ook, zoals andere mensen jou zien. En dat zijn vaak twee verschillende dingen, hè? Ik ben opgevoed in een gezin van 6 kinderen. Door 2 ouders die heel lief voor me waren. Voor ons allemaal trouwens. En die een groot gevoel voor rechtvaardigheid hadden. Maar die hun hele leven zijn opgelicht. En zo'n achtergrond, die zit je hele leven ergens in je nek te blazen. Altijd. Dat kan ook niet anders. En ik zou mij willen omschrijven als iemand die heel erg op de grond is gebleven. Ik weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben wel altijd op mijn hoede als ik vermoed dat mensen mijn oor willen aannaaien. Snap je dat? Ik ben eigenlijk een heel meegaand sociaal iemand. Tot het moment dat ik vermoed dat mij iets... Ja, dan kan het misgaan natuurlijk. Dan hoef je mij geen extra munitie te geven. Dan spring ik er zo in. Met mijn hoofd vooruit. Sorry. En als acteur? Dat is onmogelijk. Ik heb altijd gedacht dat als ik in het vak ga, als ik al acteur wil worden, wat eigenlijk een heel laat besluit was, pas op mijn 23e heb ik dat besloten. Toen dacht ik, ja, maar als ik dat ga doen, dan moet ik ook, snap je, dan moet ik ook de Nederlandse Jan de Kler of de Nederlandse Dirk Roofdhoofd of de Nederlandse Wim Obroek of de Nederlandse Warre Borgmans worden. Dan wil ik niet voor de kat zijn kont een beetje mee hobbelen. Onderaan in de eredivisie. Nee, dan moet ik in de top meedraaien. Top 3 of top 5 vind ik allemaal prima, maar dan moet ik boven komen. Mm-hmm. Ja. Dramatherapie is heel goed. Drama is überhaupt heel goed. Mm-hmm. Mijn zoon van nu 25 dacht ooit een aantal jaren geleden dat hij acteur wilde worden. En heeft 3 jaar les gehad. En besloot uiteindelijk toch iets anders te gaan doen. Game development. En hij zei laatst tegen me, pap, nu toch iets anders, nu ik denk dat ik mijn passie heb gevonden, is het toch zo dat ik die 3 jaar dat ik les heb gehad, dat is gewoon een asset, dat is een soort bagage voor de rest van mijn leven. Ja. Dat ik heb leren spelen, dat ik me heb moeten verhouden tot mensen, dat ik met ze in gesprek ben, dat ik andere opvattingen heb gehoord, dat ik mijn verbeelding, mijn fantasie heb moeten gebruiken, dat neem ik gewoon mee voor de rest van mijn leven. Ik dacht, nou, daarmee is het belang van dramatherapie aangetoond. Welke invloed denk je dat het spelen van een rol kan hebben op mensen, ook mensen met psychische en somatische problemen? Ik denk überhaupt, ook als je geen acteur bent, dat het ongelooflijk, ik denk dat empathie, inlevend vermogen, invoelend vermogen, dat het heel belangrijk is. En ik denk dat ook als je geen acteur bent, dat je je kunt voorstellen hoe andere mensen denken, en dat je kunt invoelen hoe andere mensen zich denken, dat gewoon een heel waardevol ding is in je leven, dan dat behoedt je voor veel. Ik sprak gisteren een heel succesvolle man. Die zei, die is net zo oud als ik, 63. En die zei, ik begin er nu last van te krijgen dat mijn ouders mij nooit hebben gezegd, top, kom op, je kan het. Ronnie. Denk je dat er een verschil zit in het spelen van een rol die dicht bij je staat? Alles staat dicht bij me. Je kruipt nooit in de huid van een ander. In de huid van een ander kruipen is een amateuropmerking die nergens op slaat. Ik kan niet in jouw huid kruipen, dat is van ons. Ik kan het fysiek niet eens, maar het is ook onzin. Een rol kruipt in mij. Alle goede acteurs, alle acteurs die overtuigend zijn, die geen van buiten geleerd verhaaltje staan te vertellen, dan ga je vanavond een aantal verschillen inzien. Mm-hmm. Alle mensen die goed kunnen spelen, die zeggen hun tekst alsof ze van hunzelf zijn. Dus daar kruipt de tekst, de rol kruipt naar binnen. Dit is mijn King Lear. Maar ik denk niet dat ik King Lear ben. Ik ben gewoon Huub. Ja, ik sta er wel als Shakespeare te doen. Maar ik was ook Huub die Johnny Vlotter speelde. En ik was ook Huub in De Lift en ik was ook Huub in Amsterdam. En ik was ook Huub die premier Lubbers speelde. Of Spinoza. Het is altijd Huub. Ja. En nu verhoud ik me op zo'n manier tot jullie. En als ik straks, dan weet ik dat ik de dienst uitmaak.
dan zijn er een aantal essentiële stappen die ook met de tekst te maken hebben, maar die te maken hebben met hoe ik denk dat zo'n man toen, nu, zou reageren op dingen. En dat ben ik altijd heel erg zelf. Als ik kwaad word, dan word ik kwaad. Godverdomme! Ik kan heel kwaad worden. Ik vind het te huilen. Hele grillige, ja. Rare man. Maar ik ben het altijd zelf. Want in een interview heb je ook eens gezegd dat een Franse docent ooit zei van je zit altijd de rol, je normen en waarden. En je zei daarin dat... Dat was een Pool. Hij sprak Frans, heel slecht Frans. Ja. Die zag mij voor de eerste keer, die kwam lesgeven op de toneelschool in Maastricht. Toen zag hij mij spelen. Toen moest hij heel erg lachen. Ja. En toen zei ik, Giopke. Was ik. Giopke, qu'est-ce que tu fais? En toen zei ik, essayez jouer, in mijn beste Frans. En toen zei hij, non, chez nous les amateurs, je comme ça. En toen heeft hij me dus uitgelegd, ik ga niet in het Nederlands over, want ik spreek geen Frans, of heel slecht. En toen heeft hij me uitgelegd dat spelen altijd met jezelf te maken heeft. Altijd. Waar je vandaan komt, met je ouders, je broers en zussen, je normen en waarden, je wereldbeeld, je principes. Het heeft altijd met jezelf te maken. En, heel belangrijk, je speelt met de vorm van de dag. Geen enkele voorstelling is hetzelfde. Want toch heb je er altijd rollen die verder van u als persoon liggen, denk ik. Of die bijvoorbeeld ik moeilijker zou vinden in mijn gedrag, omdat ik dat zo niet ben als persoon. Ja, maar dat is, ja. Ik heb al hele rare mensen gespeeld, hoor. Grillige, ja. Napoleon, dat heb ik gespeeld, was ook een hele grillige man. Je speelt altijd je eigen interpretatie van hoe jij denkt dat die man geweest zou kunnen zijn. En je enige bagage is, nou ja, ik heb heel veel over hem gelezen toen. Maar de enige bagage die je hebt, dat is de regisseur, dat is je tekst. En dat zijn je medespelers en dat is je decor en je toneelbeeld en je mise-en-scène. Heel veel meer heb je niet. Kijk, ideale schoonzoon spelen, dat is geen zak aan. Er is niets gebeurd. Er is niets gebeurd waardoor je denkt, what the fuck, wat is er met die aan de hand? Als je nou doet, dan is er al iets meer aan de hand. Ja. Er is een citaat van Oscar Wilde. Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell the truth. Ja. Wat denkt u, wat vindt u van deze citaat? Ja, dat is mooi. Dit gaat over de mens. Het gaat niet over de acteur. Nou ja, goed, het is ook acteurs gerelateerd. Maar als je op straat of als je in dramatherapie gaat met iemand, dan is het toch vaak zo dat je maskers moet afpielen, hè, pellen, voordat je bij de echte mens komt. Dat is eigenlijk wat hij bedoelt. Dat elk mens een soort, door opvoeding, door wat hij meemaakt, door wat hij wordt, door wat hij aan medemensen meemaakt, waarmee hij geconfronteerd wordt, dat vervringt. Hè? En dat is eigenlijk wat hij zegt. Dat is, om bij de echte mens te komen, daarom zijn er ook zoveel mensen in therapie, dan moet je het masker af zien te krijgen. Je moet achter het masker willen krijgen. Dan is er nog iets dat je ons zou willen meegeven of een gouden tip of iets dat wij moeten weten? Niks is zo gek of er valt wel iets te ontdekken waar je iets mee kunt of waar je iets aan hebt. Niet gauw dingen gek vinden. In geen enkel opzicht. Dat is denk ik een hele goede. Dat is denk ik een hele goede levenswijze. Nieuwsgierig blijven. Naar de wereld. Naar wat er gebeurt. Naar nieuwe ontwikkelingen. Naar de jeugd. Wat ze beweegt. Dan word je nooit oud. Ja, echt, ja.